Als je 5 en 6 juli naar de Bosbaan komt, dan hebben wij een enorm scherm hier staan. En daar zenden we eigenlijk de hele dag alle beelden uit van de hele wedstrijd, van de volledige 2K, de 2 kilometer baan. Maar daarnaast zenden we ook de hele dag voorgeproduceerde filmpjes uit, die we eigenlijk gemaakt hebben. En met die items, met die filmpjes, willen we eigenlijk alles wat er in de roeiwereld gebeurt, vastleggen en laten zien. Dus we willen laten zien hoe roeien moet, wat roeien is, wat studentenverenigingen zijn met roeien, geschiedenis van roeien. We hebben ook een talkshow s'avonds waar we echt ingaan op de roeisport en waarom het misschien goed gaat nu of waarom het misschien slecht gaat en waarom roeien nog zo'n kleine sport is in Nederland eigenlijk. En dat doen we dus vooral met behulp van heel veel filmmateriaal en heel veel gesprekken. En dat zou heel anders zijn dan voorgaande jaren, waar eigenlijk altijd als je op de Bosbaan langs kunt lopen en je hebt geen idee wat er gebeurt, dan hoor je wat uit de finish door, hoor je wat commentaar, maar je weet echt niet wat er gebeurt. Het deelnemersveld is eigenlijk heel erg gevarieerd. Er zijn namelijk heel veel verschillende nummers die je kan roeien. Zo heb je een skiff, dat is eigenlijk dat je in je eentje in de boot zit. Een 2, een 4 of een 8, dat zijn de nummers die eigenlijk worden gevaren. En daarna heb je natuurlijk ook een onderscheid tussen de mannen en de vrouwen en daarbij ook nog tussen de junioren, dus de junioren tussen de 18 en de 14 eigenlijk, die zitten in aparte velden en de studenten zitten in aparte velden. En daarnaast heb je ook nog SA-roeiers en dat zijn roeiers die wat ervarener zijn, die eigenlijk ook bij de bond roeien, dus die wat op een hoger niveau zitten. Het zal natuurlijk een lekkere bar zijn en er zal vlees en broodjes worden geserveerd. Dus het is zeker naast dat er roeien plaatsvindt, wedstrijden plaatsvinden, is het ook op de kant heel erg gezellig. Bandjes zullen spelen, muziek is er natuurlijk en ondertussen zijn er uitreikingen. Er is eigenlijk voldoende te zien en te doen. Het begint 's ochtends al om 8 uur en dat zijn eigenlijk voornamelijk de voorwedstrijden die dan worden gevaren. Dus door de junioren of door de eerstejaarsachten. Eigenlijk het echte blikken trekken, zoals dat heet, om een medaille te halen, dat begint ongeveer rond 1 uur met het eerstejaarsklassement. Dat zijn de boten die het hele jaar lang al hebben gestreden om zo hoog mogelijk in het klassement te komen. En waarvan deze wedstrijd de laatste wedstrijd is die ze roeien. En duidelijk zal worden wie er gaat winnen en wie het met het eerstejaarsklassement vandoor gaat.